Maar goed, als je hier een flinke tik mee uitdeelt, doet dat ook wel pijn. Yes, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video van Nieuwsgierig. Bram, zoals we weten is er op dit moment een oorlog in Oekraïne aan de gang. Mensen zitten zonder eten, veel steden zitten zonder elektriciteit. Mensen zijn aan het schuilen in de kelders en in de metrostations. Maar wat moeten wij eigenlijk doen als Nederlander als de pleuris hier uitbreekt? Ja, de dreiging is natuurlijk nog nooit zo groot geweest als op dit moment. Oorlog in Europa. Ja, waar begin je dan? Ik ben nul voorbereid op zo'n situatie. Ja. Daarvoor zijn we vandaag hier in de prepshop. Laten we maar even een pakketje bij elkaar gaan verzamelen. Ja, ik ben benieuwd waar dat pakketje überhaupt uit bestaat. Ja, maar dat weet hij. Nander. Yes. Hey man, Niels. Hey, leuk je te moeten. Ja. Bram. Hey, welkom. Bedankt dat we langs mochten komen. Ja, geen probleem. Je hebt een prepshop. Ja, klopt ja. Wij helpen mensen om zich voor te bereiden op situaties waar ze liever niet in komen. Dit heb jij gestart in welk jaar? 2016. Jaren terug was het een soort van doomsday scenario. Dat wordt nu steeds meer realiteit. Ja, absoluut. Ja. Lopen de zaken ook beter nu? Ja, ja. Toen ik preps begon had ik dit echt nooit bedacht dat het zo ontzettend zou gaan knallen. Ik wist wel van hey, dit is wel iets wat mensen moeten doen. Ja. Maar dat het zo groot zou worden, dat had ik echt niet gedacht. Maar wat kopen mensen nu zoal dan? Noodransoenen, water. Filters, heel veel. En ook, ook gasmaskers en zo. Mensen voelen toch een bepaalde nucleaire dreiging. Hè? Zo Poetin zegt dat ook van, hè, ik zet dingen op scherp. Ja. En dan merk je gelijk dat die week daarna gewoon weer heel veel gasmaskers verkocht worden. Hey, stel nou, hè, de dreiging wordt dusdanig dat wij moeten onderduiken. Wij moeten een paar weken gewoon in de bunker gaan zitten. Ja. Wat hebben we nodig? Ja, nou, zullen we daar eens even naar kijken? Zullen we daar even doorheen? Helemaal goed. Dit is bijvoorbeeld iets wat we afgelopen maand echt met pallets tegelijk verkocht hebben. En dat is eigenlijk een noodransoen. En in zo'n pakje is dus 2500 calorieën. Hier kun jij gewoon één hele dag op eten. Mm. Het is wel precies de definitie van noodransoen. Ja. Echt een hoge nood. Ja. Heb je geen opties, zeg maar, dat je ook nog iets anders kan kiezen? Ja, ja zeker. Dan moeten we iets verder lopen. Oh. Kijk, je hebt hier bijvoorbeeld van... Van dit soort pakken, dus een jaar of vijf of zo houdbaar. Ja. Maar als je die rode pakjes kijkt, hier, die houdbaarheidsdatum. Ja. Oh, jezus man, 2041. Ja. Als die verlopen is, ben ik bijna net zo oud als jij. Ja. Dus, om even lachen. Ja. Maar wat als er geen stromend water is? Wat nou, je hebt natuurlijk inderdaad voor deze heb je water nodig. Als er nog geen water is, dan heb je eigenlijk twee opties. Of je koopt water, hebben we ook. Van in diezelfde zakjes die je net zag, hebben we gewoon 500 ml pakjes water. Of je zegt van, nou, ik koop een waterfilter, hè, of ik sla zelf flessen water op. Dit is eten en drinken. Ja. Wat hebben we nog meer nodig? Nou ja, kijk, we hebben hier bijvoorbeeld de gasmaskers. Ja. Die zijn ook echt ontzettend veel verkocht sinds Oekraïne. Deze heeft net niet de perfecte bescherming voor nucleaire dingen, want die zijn allemaal al op, zeg maar. Hij zoekt nog een masker tegen nucleaire rampen. Ja, ja. Ja die, voor zijn mij... uitverkocht. Oh, die zijn net. Nee, ik heb denk ik nog wel het masker. Ik heb alleen niet meer de filters. Dus als je het masker nog even op wil. Oh, kijk. Het is het echte werk. Het doet me een beetje denken aan wat jij aan had in die anti-bucketlist video. Zullen we het daar niet meer over hebben? En wat vind je nou van jezelf? Dat je er zo bij zit? Ik vind mezelf een loser. Ja, dat ben je ook. Ik hoop dat we deze niet nodig gaan hebben in elk geval. Nee. Zullen wij gewoon even voor één dag een pakketje bij elkaar samenstellen? Dat we klaar zijn om onszelf te verdedigen tegen het kwaad. Dat wij voor een dag kunnen preppen. Ja, ja, ja ik heb ook een kater, dus ik heb ook wel iets nodig om deze dag überhaupt te overleven. Je ziet er ook een beetje wazig uit. Ja, misschien helpen die repen me een beetje. Het ligt niet aan die kater, denk ik. Wij zijn nu officieel begonnen met preppen, maar er zijn mensen die dat al jaren doen. Hey man. Goeiedag. Niels. Hallo. Hallo. Aangenaam. Bram. Hallo. Mogen wij binnenkomen? Voor deze keer mag het. Voor deze keer mag het, ja. Merno, jij bent prepper. Yes. Hoe lang doe je dat al? 11 jaar. En waarom ben je daarmee begonnen 11 jaar geleden? Want toen was er nog niet een dreiging zoals die er nu wel is. Nee, dat klopt. Maar het is meer vanuit de filosofie van als wat gebeurt, ben je voorbereid. Dus. Zodoende, vroeg beginnen, geen spijt van maken. Er hing natuurlijk altijd heel erg een stigma over preppers. Helaas wel, ja. En merkte je ook in je vriendenkring
dat daar gek op werd gereageerd? Nou, ik ben mijn beste kameraad ben ik daardoor wel kwijtgeraakt. Oké. Ja, die dacht echt van joh, je bent gestoord in gevaar voor mijn gezin. Dus die dacht dat ik echt iemand was die met machinegeweer rond zou lopen en alles en iedereen maar neer ging maaien om zelf te overleven. Ja. Terwijl dat eigenlijk exact tegenovergesteld is. Wellicht dat hij er nu wel anders naar kijkt, nu er zo'n dreiging hangt. Ik hoop het, hij is nog steeds welkom. Als de oorlog hier binnenkomt in ons land, nou, jij hebt je tas klaarstaan en je hebt een deken klaarstaan, waar ga je dan naartoe? Ik hoop nergens heen. Ik hoop hier te blijven. Ja, maar stel je moet weg. Stel ik moet weg, dan hebben wij in alle provincies in Nederland locaties waar we kunnen afspreken. Een plan opstellen van, god, dit is er gaande, dit is de informatie die we hebben. En hoe groot is deze groep? Momenteel zitten er bijna op 4.500 mensen. Wow. Kan je ons wat laten zien van hoe je bent voorbereid? Gewoon hier in huis, wat de spullen die je hebt? Ik heb diverse middelen om in ieder geval mensen te intimideren zodat ze uit mijn woning blijven. Ja. Zij het vechtstokken, een halbert die in de gang hangt of zwaarden. Wat? Oké, wat vet. Heb je een zwaard? Ik heb een zwaard, ja. Ik kan wel even pakken. Ik ben hier gewoon langs gelopen. Daar hangt hier gewoon een speer, ouwe. Of wat is dit? Is die scherp? Nou ja, hier zou je wel iemand mee kunnen doden. Maar dit is bedoeld naar, zeg maar, in dit geval de Russen, zeg maar, de aggressor. Of de normale burger die denkt van, oh, maar hier kan ik spullen halen, dus dat doe ik wel even. Daar ben je op voorbereid dat de burger eventueel bij jou iets gaat halen? Mijn hoofddoel is eigenlijk de burger. Kijk, tegen militair begin je vrij weinig. Ja. Stijf met je zwaard. Ja, zijn we een machinegeweer. Ja, nee. Ja, eventueel deze zwaard nog. Niks is scherp, ik bedoel. Maar goed, als je hier een flinke tik mee uitdeelt, doet dat ook wel pijn. Dus je bent wel bereid om te doden, zodat je zelf... Of ik bereid ben om te doden, weet ik niet. Om mezelf te verdedigen, dat zeker. Ik ben absoluut tegen geweld, dat vooropgesteld. Ja. Maar als het nodig is, dan weet ik gelukkig en helaas wel hoe ik alles moet gebruiken. Ja. Maar wat heb jij allemaal in huis wat andere mensen zouden willen hebben? Hetgene wat het zwaarst gaat worden op het moment dat er een ramp is. Dus dan moet je denken aan schoon water, eten en manieren om jezelf warm te houden en onderdak te hebben. Stel nou, er komen echt nucleaire bommen deze kant op. Waar moeten Bram en ik naartoe? Er zijn diverse plekken in Nederland waar je naartoe kunt. Volgens mij echt schuilkelders en bunkers. Oh ja? Ja, er zitten hier in de buurt zitten wel een paar. Bunkers in Nederland. Ik ben er wel benieuwd naar, Bram. Ik ook. Een mooi bruggetje vroeg je ook nu, hè? Want ja, volgens mij is dat precies waar we nu naartoe gaan. Swipe! We bezoeken een bunker van verdedigingswerk De IJssellinie, geheel gerund door vrijwilligers. Dag heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Dit is een mooie bunker, moet ik zeggen. Ja, hij is gebouwd in begin jaren 50. Oké. Begin ook van de Koude Oorlog. Ter bescherming van de dreiging van Rusland destijds. Inderdaad. Ja. En nu weer? En we hebben nu weer dreiging, ja. Inderdaad, en weer uit Rusland. Ja, ja, wij zijn eigenlijk wel heel benieuwd naar die bunker. Mogen we naar binnen? Tuurlijk, jullie mogen mee. Top. Ja, wow, dat is een flinke. Behoorlijke, zware deur. Nou, ga maar voor, ga maar naar binnen en rechtsaf. Wow, het is hier wel behoorlijk cool. Het is hier altijd zo'n 15 graden. 15? Hier onder de grond zitten. Ja. Het zijn oude rivierduinen waar die in is verstopt, zeg maar, de bunker. Oh ja. De waterlinie liep 127 kilometer van Kampen naar Nijmegen. Een grote strook land kon onder water worden gezet om de opmars van de Russen te vertragen. We waren vanmiddag bij een prepper die hield agressors tegen met een speer. Maar ik denk dat jij het beter aanpakt. Ja. Oh, inderdaad, hier werd er echt met scherp geschoten. Ja. Ja. Maar als het zo meteen het helemaal losgaat... Als het helemaal losgaat, dat... ja, dan je zou die bunkers wel hier kunnen gebruiken als vluchtplek. Ja. We hebben hier een eigen stroomvoorziening, aggregaten wat kan draaien. We hebben een eigen waterpomp die water op kan pompen. Alles is nog intact. Dat werkt ook allemaal nog. Ja. Spannend. Zo, en dan een pot met goud. Oh nee. Wel een pot. Wel een pot, ja. Oh jeetje, dit is even het scheidhuis. Ja. Dus oppassen dat je hoofd niet stoot hier. Ja, het zijn lage doorgangen. Ben ik redelijk klein, dus dat is goed. Hoe lang zou je in zo'n bunker kunnen zitten voordat je helemaal gillend gek wordt? Ik denk dat je hier wel een behoorlijke tijd zou kunnen zitten. Als je voldoende eten en drinken. Nou, drinken, er is grondwater, dus dat red je wel. Maar zou je hier zelf naartoe gaan? Nee, ik zou hier niet naartoe gaan. Nee? Als er al oorlog komt, je bent burger, ja. Dan
is het beste om gewoon ergens rustig buiten te verblijven. Maar ik dacht juist met een bunker, dat is de meest veilige plek waar je naartoe kan. Tegen bommen bijvoorbeeld? Wel tegen bommen. Het is 1,20 meter beton wat hier boven ons hoofd. 1,20 meter beton, hè? 1 meter zo groot als jij? Zo. Dat is voor mij geen blokkade hoor, gak! Je kunt kiezen van ik zit in een flatgebouw en ze gaan met bommen gooien in een stad. Of dan kun je beter in zo'n bunker zitten inderdaad. Nou, dat is toch voor ons prepper. Die zat expres in een flat, want dan voelde hij zich veilig. Ja. Maar nu kunnen wij hem adviseren dat hij toch beter hier naartoe kan gaan. Ja, mocht je het filmpje terugkijken, je kan beter hier naartoe gaan. Dan weet je dat. Je flat, je komt nergens met je flat. Zullen wij onszelf eens even gaan preppen om in het gevoel te komen? Ja, laten wij even helemaal meegaan in dit gevoel. Juist. Ja. Dan zijn wij 100% voorbereid. Dan weten wij wat we moeten doen. Precies. Mocht het echt gebeuren. Daar zitten we dan, Nelis, als twee echte preppers. Dag 287. Ik heb er honger van gekregen. Ja, ik heb er ook wil jij nog zo'n droge koek? Ja, joh, even zo'n zandbak. We hebben wel het een en ander geleerd vandaag, hè? We weten dat deze repen je ontzettend weinig plezier geven. Ja. Maar het vult wel de honger. We hebben alleen de rest van de dag een droge bek. Ja. Daarvoor hebben we emergency drinking water. Ja. Zo, het smaakt ook. Echt naar plastic. Precies wat ik ervan had verwacht. Ja, maar echt ja. Ja, ik weet wel één ding. En dat is? Er zullen een hoop commandanten zijn in Nederland die ons filmpje niet echt waarderen. Want ze zeggen dan, ja, nu laat je zien aan de Russen dat we bang zijn. Ik denk niet dat we bang zijn, maar we zijn wel goed voorbereid. Ik wil jou bedanken. Ik vond het leuk om met jou te preppen. Ja, nou, ik heb er ook van genoten. En over 3 weken gaat er iets heel spannends gebeuren op ons kanaal. Ja, probeer het maar te raden in de comments. Als je wint, krijg je een lekkere zandbak. Tot volgende week.